vind het sowieso fantastisch dat Heijmans zijn nek uitsteekt om op een industriële manier duurzame woningen te gaan bouwen. En dat het dan in één dag lukt, dat ben ik wel trots. Wij bouwen hier 88 duurzame Heijmans Horizon woningen. Deze woning is helemaal in de fabriek gebouwd. Het enige wat al gedaan is, 's ochtends voordat we beginnen, is de fundering en de begane grondvloer. Verder staat er nog niks. Totaal hebben we 3 vrachtwagens nodig om de hele woning naar de bouwplaats te transporteren. Qua CO2 is dat natuurlijk ook een groot voordeel. De eerste module die we plaatsen, dat is eigenlijk de intreehal met het toilet, de meterkast en de trap naar de eerste verdieping. Vervolgens zetten we de 3D-module van de verdieping bovenop de module van de begane grond. Die heeft de overloop met de trap naar de zolder en de badkamer, die eigenlijk ook al helemaal klaar is. Je loopt naar binnen en je kunt al in de spiegel kijken. Als we de 3D-modules geplaatst hebben, beginnen we met de bouwmuren te plaatsen en vervolgens de voor- en achtergevel. We werken met een ankersysteem waardoor je de wand in één keer kunt plaatsen en vastgeklikt wordt. Als je kijkt naar de voorgevel, dit is allemaal in de fabriek gedaan door de metselrobot. Het ziet eruit alsof het echt gemetseld is. En dat kan elke dag. Ook als het regent kun je gewoon de metselrobot aanzetten. Hier komt de laatste vloerplaat al aan en dan hebben we toch weer in 20 minuten die vloer dichtgelegd. Ja, gaat toch mooi. In de fabriek in Heerenveen is het op de millimeter nauwkeurig, zeg maar, zijn de elementen gemaakt. Ja, dan kun je ook zo precies bouwen als wat we nu doen. Kijk, hier komt de achtergevel. Dat is ook wel mooi, want heel veel mensen in de bouw die willen altijd stelruimte. En die zeggen van ja, als je iets gaat plaatsen moet je het kunnen stellen. En wij bouwen hier dus gewoon zonder stelruimte. Dan ben je eigenlijk al op goothoogte. Het is net 11 uur, dus moet je nagaan. Ja, nee, dat gaat hartstikke mooi. En daar staat hij. Past precies. Voordat we het dak geplaatst hebben, plaatsen we de ventilatie-warmtepomp. Als laatste wordt de kap geplaatst. Dan is de woning helemaal wind- en waterdicht. Later worden de pannen en de zonnepanelen aangebracht. En alles is zo gemaakt dat je een gezonde, duurzame woning krijgt. Ja, en zo staat er gewoon in één dag een hele woning. Daar word ik wel blij van, ja. Ja. Waar ik eigenlijk echt trots op ben, is als je gewoon door de straat kijkt, dat je niet in de gaten hebt dat je naar een woning kijkt die uit de fabriek komt. Omdat je die woning in één dag bouwt, zit er eigenlijk geen vocht in die woning. Deze woning is veel sneller klaar en gereed om op te leveren. Het geeft mij energie dat je met iets nieuws bezig bent. En als je dan merkt dat dat gaat lukken, dan is dat wel fantastisch.